Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe serie, namelijk Super Mario 3D Land. Het is eindelijk tijd. Toen ik van tevoren dacht, ik moet een Mii invullen. Ja hoor, we doen de standaard Mii. Toen ik bedacht of vroeger van, ik zou echt zo graag een keer een 3DS game willen opnemen. Toen dacht ik altijd aan deze game. En eigenlijk heb ik sinds die tijd nooit meer gedacht aan deze game. Dat deze game een optie was om op te gaan nemen. En nu heb ik er eindelijk aan gedacht. Ik vind dit oprecht de betere versie van de 3D World die hierna uitkwam op de Wii en op de Switch. Of op de Wii U en op de Switch. Ik vind dit namelijk echt een vette game. Ik hoop dat die ook een beetje goed runt, want daar ben ik een beetje bang voor. Maar we gaan het zien. En natuurlijk alle 3D functies, dat is niet echt mogelijk. Dus dat wordt wel een beetje kutte, denk ik. Deze game is super uitgebreid. Deze game heeft namelijk buiten de 8 werelden ook nog 8 special werelden. Dus dit zijn, als het goed is, lekker veel afleveringen die we kunnen gaan opnemen. Zo. Wereld 1, streepje 1. We gaan natuurlijk wel voor alle coins. Daar gaan we ons best voor doen. Zag je? Wat is rennen? Dit is rennen. Oké, dat werkt wel. Ik zag net al een haperingetje. Daar ben ik nooit zo'n fan van haperingetjes. Even kijken, hoe ging dat ook weer? Zo. Daar kon ik dus niet opkomen. Kun je hier nog verder oplopen? Ja. Dat doet blijkbaar damage. Oké, duidelijk. Een Goomba. Zo. Kijk, nu kunnen we weer groot worden. Dat is fijn. We moeten even goed op... Kijk, hier hebben we al een... Hier hebben we al een coin, dus dat is mooi. En dat is ook de eerste in de game. Kleine lag dropjes, daar ben ik niet zo heel blij mee. Maar ik hoop dat het niet te veel wordt. Vooralsnog gaat het. Is het te doen. Hey, kijk. We vinden meteen al een secret, soort van. Kijk. Dit is dus de 3D gebeuren wat kut is. Nu kan ik zelf. Oké, wacht. Hoe doe je long jump? Is long jump wel een ding in deze game? Ja, long jump is een ding in deze game. Alleen blijkbaar moeilijk te richten. Kijk. We zijn nu al Mario Masters en we zijn pas net begonnen. Zo. Even checkpointje. Kijk. Die kunnen we sparen. En hier heeft vast een liefje. Ja, zeker. Kijk. Lekker Mario. In ieder geval extra coins. Oké, nou, we hebben de coin al gezien. Die zit hierboven ergens. Nice. Nou, we hebben alle coins, dat is mooi. Nu moeten we volgens mij ook zometeen nog voor de gouden paal gaan. Is dat een ding? Ja, toch? Ja, dat is een ding. Oké, we moeten dus ook voor de gouden palen gaan. Anders moeten we opnieuw een level doen. Dat zou een beetje jammer zijn. Oké, we hebben het eerste level gecomplete. Even te kijken of je ergens kan zien of je een gouden... dat was een lag spikey. Ja, je kan dus rechts onderin zien of je een gouden ding hebt gehaald. Oké, daar gaan we voor. We gaan voor completion. Alleen dat gaat straks bij...
Oh. Ik dacht dat je die kapot kon slaan. Dat is blijkbaar niet zo. Bij de special world wordt het wel erg lastig straks. Completion. Oeh, we zijn wel... Fire. Bitches nu. Nice. Zo. We hebben de eerste coin alweer gefixt. Er is hier dus niks verder. Wel een coole checkpoint. Zo, hierboven iets? Nee. Kijk, monies. En iets om te bewaren. Ik denk zomaar dat we hier langs moeten. Juist. Dat was inderdaad de tweede. Laten we die maar even pakken. Kan ik dat halen? Dat is de vraag. Ja, dat kan ik halen. Het was niet eens een long jump, wat eigenlijk de bedoeling was. Oké, nice. Nice. Longjumps zijn niet zo makkelijk als dat het hoort te zijn, voor mijn gevoel. Maar ja, dat is niet zo heel erg. Ik weet eigenlijk niet of het geluid hard genoeg is, anders doe ik het geluid ietsje harder van de game. Oké, weer helemaal gecomplete. We gaan nu in een doos. Clear the room and get an item before the time runs out. You might find a star coin. Was dat het? Oké. Moeilijk! Ook gecompleet. Gaan we de hills doen. World 1.9, 1.3. Is misschien wel even handig om te doen. Gewoon. Oeh. Kijk, hij dropt daardoor een starcoin. Op een muziekblokje, kijk. Ben zo... Mario Meester. Lekker. Hier zal vast de tweede starcoin hier zitten. Toch niet. Er was gewoon zoveel mogelijk coinsjes die je kon pakken blijkbaar. Kijk, ik dacht al dat er iets zou kunnen gebeuren.
Yeah, we hebben weer een stercoin. Daar is de andere stercoin, zie ik al. Alleen even de vraag hoe we die gaan pakken. Waarschijnlijk om door te landen op dit wolkje. Het werkte. Ja, nice. Dit is weer een completion. Daar word je bang van. Het feit dat ik niet zo heel goed zichtbaar ben op de cam is omdat er heel veel licht is. Want ik neem het best wel vroeg in de ochtend op. Heb ik normaal niet zoveel last van, maar dan weten jullie dat in ieder geval. Deze kan ik kopen voor Starcoins. Dat doen we gewoon natuurlijk. Oh, maar je krijgt ze wel terug. Je hoeft alleen maar te unlocken met Starcoins. Het is niet dat je ze meteen kwijt bent. Helaas de camera niet swappen, dat is wel lastig. Oké, dit is nice. Goed een backflip maken, maar die zijn een stuk lastiger in deze game, heb ik al in de gaten dan in een normale 3D game. Oeh, maar ik zie daar wel een coin die ik moet hebben. Camera! Een mystery box. Ah. Nee, die pak ik niet. Dan heb ik liever gewoon als spare een bloemetje. Ik ben echt een Pokémon, een Mario Master. Dus hebben we weer eentje helemaal gecompleet. Hier kunnen we vast iets halen, maar misschien dat ik deze beter kunnen bewaren, bedenk ik me nu.
Toad heeft een present. Hallo. Die heb ik al. Okay. World 1 Castle. Knipte Yoshi in dit. Hey, mijn favoriete Dry Bones is aanwezig. De minst favoriete boy Hammerbro is ook aanwezig. Ja. 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 Oh, ik zie iets. Ja. Alle starcoins alweer gefixt. Ik ben trots. Daar hebben we Bowser Boy. Hij gaat natuurlijk nu vuur op ons schieten. Want zo zijn Bowser Boys. Ouder dan mij. Rennen! Doei! Bowser Boy is verbrand. Ah, dat was niet eens Bowser. Het was gewoon een Goomba met een Leaf. Pietjes en naar de kassen zeker. Kut. Huh? Dat is kut, dan moet ik deze game opnieuw doen. Ja. Nu moet ik het level opnieuw doen. Wahoo! Dat is een beetje sad dat ik het level nu opnieuw moet doen. Ja, ik ga niet hierbij laten. Ho! Ho! Ho!
Nou, dat was Bowser. Dat was niet echt Bowser. De Goomba met het staartje. Zoals het hoort. Lekker Mario. Goed, dan wil ik jullie bedanken voor het kijken van deze eerste aflevering van Mario 3D Land. Ik hoop dat jullie het leuk vonden en dan zie ik je graag de volgende keer weer. Adios, amigos. Thank you.